Goedenavond, het is even na 9 uur, het is maandag en dat betekent dat we weer een uurtje gaan praten over NEC. Welkom bij de NEC Update Live. We zijn er elke maandag tussen 9 en 10 op RN7 Radio en op tv voor de mensen die meekijken. Leuk dat jullie er weer zijn. Een uur praten over NEC, dat doe ik natuurlijk niet alleen in de studio. Verslaggever, hij was ook weer erbij bij FC Utrecht. Nick Rokers, Nick, goedenavond. Goedenavond, Maurice. En gast, ja, hij is er elke thuiswedstrijd bij. Het geluid als het doelpunt, en dan heeft hij dit keer heel veel dit seizoen al kunnen doen. Stadionspeaker Gerry van Kampen. Gerry, goedenavond. Goedenavond, ik heb echt heel veel gehad. Ja, hè? Ik zit even te denken. Vorig jaar maakten we nog grapjes. Ja. Toen mocht ik een keer invallen, toen had ik de meeste doelpunten. Jij had er maar 3 dat seizoen volgens mij. Ja, volgens mij ook. Ja, en ik had er 5 tegen RKC. Maar ja, we gaan een beetje terugblikken deze uitzending. Ja, leuk man. Want we hebben een mooie cyclus afgesloten. Alhoewel, gisteren werd er verloren bij FC Utrecht. Ja. Shit happens. Ja, laten we daar maar eens even terug over gaan. Nick, jij zat in het stadion. Ja. Ja, het was niet best. Het was niet best gisteren. Ook van Utrechts kant hoor. Het was gewoon een slechte wedstrijd. Ik zei tegen mijn collega naast me op een gegeven moment... In de rust van, waar heb ik nou eigenlijk naar zitten kijken in de eerste helft? De eerste helft was echt slaapverwekkend, hè? Hele taaie wedstrijd was het om te volgen. Maar wel een wedstrijd in de eerste helft waarin ik ook wel Utrecht wel gelijk beter vond. Veel beter voor de dag. Kwam gewoon beter voor de dag naar NEC. Ook wat grote kansen creëert. En NEC alleen op het einde van de eerste helft, die vrijtrap van Verdonk en Okawa. Dat was wel een mooie bal van Okawa. Ja. Als die dan binnenvalt, hè? Had ik er nog willen zien, maar goed, dat is een vrij mooi cliché. Ja, de tweede helft, Utrecht veel gevaarlijker. NEC had volgens mij al 3 keer op 1-0 achterstand kunnen komen. Zo. En zelf niks gecreëerd. Maar gelukkig hebben wij een keeper. Ja, die pakt wel wat ballen. Die pakt wel wat ballen. Zeker. Ja, uiteindelijk, het onvermijdelijke gebeurt dan. Je komt 1-0 achter en ik denk dat de strekking van de dag was. NEC was gewoon niet bij machten om iets te creëren tegen dit Utrecht. Nee. En dat is heel zonde. Gerry, jij bent er natuurlijk elke thuiswedstrijd sowieso bij. Zit je dan elke uitwedstrijd voor de buis? Ja, tuurlijk. Ja. En dat kijk je dan lekker rustig thuis? Of ben je dan er eentje wie dan de stad in gaat? Dat kijk ik 99 van de 100 keer thuis. Gisteren heb ik toevallig ergens anders gekeken. En dat was dan gelijk ook de laatste keer. Daar lag het aan. Nee. Daar lag het aan, ja. Nee, maar weet je, ik wil gewoon dat zeg maar in mezelf gewoon bleven op een of andere manier. En andere mensen hebben allemaal meningen en allemaal gedoe. En dan heb ik het gevoel dat ik allemaal dingen moet uitleggen. En dat wil ik helemaal niet. Nee. Dus dat doe ik ook niet. Nee, maar het was gewoon niet best wat we zagen. Er zat niks in, leek het wel. Nee, ja. Op een of andere manier loopt het dan wel tot aan rand 16. En daar ontbreken dan de voorzetten op een of andere manier, denk ik. En dat is het probleem waar NEC vorig jaar ook tegenaan liep. En dat hadden ze gisteren weer een klein beetje. Vond ik. Maar ik heb geen verstand van voetbal. Hè? Dat roep ik altijd. En ook dat je Propen en Thierry mist. Blijkt toch maar weer dat die twee toch heel belangrijk zijn. Er zat totaal geen creativiteit in. Nee, maar zo staan we ook op 10. Die kan dat wel op 8 en van de zijkant. Maar op 10 niet gezien gisteren. Totaal niet. Maar dat heeft er dan ook mee te maken. Omdat die twee spelers, denk ik, die erachter staan... Dat is compleet anders natuurlijk. Als je Proper en Sano achterin hebt staan en je hebt Thierry op 10, dan voetbal je compleet anders natuurlijk. Ja, nee, zeker. En ik moet zeggen, ik vond Hoedemakers vind ik sowieso goed spelen. Ik vond hem gisteren ook wel goed. Scoorde gewoon een goede voldoende in mijn ogen. Sterker nog, ik vond Sontje Hansen zelfs gewoon een goede wedstrijd spelen. Ja, dat vond ik ook wel. Ja. Er kwam wel wat meer vanaf dan de afgelopen weken. En dingen lukte ook eens een keer. Ja, hij had ook wel een beetje een paar geluk aan de kont hangen, moet ik zeggen. Ja, misschien moet hij bij mij dan iets overtuigen. Want ik op een gegeven moment dacht ik van je wisselde toen Zontje ging eruit. En toen kwam Borges Sanchez erin. Toen dacht ik van het is het een voor het ander. Maar er komt nog steeds weinig van. Over mensen die het niveau niet haalden. Ik vond die Ivandro Borges Sanchez, die zakte even een partij door het ijs heen. Ja. Zo, die gaf een paar ballen. Die heeft 1 goede actie gedaan, maar toen werd zijn shirt bij uitgetrokken door Mike van der Hoorn. Maar verder helemaal niks van hem gezien. Man. Dus dat viel heel erg tegen ook. Geef die jongen gewoon een kans. Maar dat is ook, want hij krijgt natuurlijk weinig speelminuten. Toch verbaasde ik me eventjes na afloop van de wedstrijd. Ik zat ook op de tribune daar bij Utrecht. En toen hoorde ik trainer Rogier Meijer. En ik had het idee, die heeft een hele andere wedstrijd gespeeld. Of gezien. Rogier Meijer, even wennen. Verloren. Ja, dat is alweer even geleden, dus dat is zeker wennen.
Ja, ook in de tweede helft. Utrecht kwam wat frisser en wat agressiever uit de kleedkamer. Ik had het idee dan dat jullie kwamen. Misschien het doelpunt wel een beetje uit het niets. In de fase dat je zegt, van, nou, we hebben het weer redelijk onder controle. Dan ga je wel proberen te forceren met wissels. Maar ik heb nooit echt het gevoel gehad dat er een gelijkspel erin zat. Nou, ik ben niet helemaal met je eens. In ieder geval niet een beetje op geluk. Uit de kleedkamer kwam dan ons, want ik vond ons beter uit de kleedkamer komen dan Utrecht. Maar dat is dan misschien optisch. Nee, ik denk dat je ook af en toe een beetje body tekort kwam, hè, van het duels voorin met Okawa. Je had het heel moeilijk centraal voorin. Ja, ik denk dat hij juist die duels heel goed speelde. Want hij heeft er volgens mij veel gewonnen en neergelegd richting onze middenvelders. En natuurlijk verlies je er ook een paar, maar dat is altijd. Alleen ik denk dat daar niet de crux van de wedstrijd zit. Kijk, wij moeten het hebben van voetballen. Wij moeten het hebben van iemand aan de bal krijgen tussen de linies. Ja, dat is vandaag niet voldoende gebeurd. En dan kun je niet genoeg kansen afdwingen om een goal te maken. Ja, NEC kwam beter uit de kleedkamers dan FC Utrecht. Nou, ik had echt het tegenovergestelde toen ik in het stadion zat. Ja, nee, ik ben het vaak met hem eens, Rogier. Tenminste, als het gaat om het beeld van een wedstrijd. Want we hebben vaak dezelfde wedstrijd ook wel gezien. Maar ik was het hier niet met hem eens. Nee, ik vond Utrecht, die NEC begon... Volgens mij de eerste 8 minuten waren er al 3-4 kanten. Van Sillesvie eruit. Ik denk dat was 1. Ik zat toevallig ook aan die kant. Dus het was 1-1. Ik zag ze alleen maar bij ons kwamen. Het eerste schot was van NEC, van Verdonk. Die ging een paar meter over. Ja, daarna was het inderdaad volgens mij een corner en een redding van Sillis waar hij moeite mee had, maar wel goed pakt. Ik vond NEC niet beter. Dat is misschien wel het verschil tussen een trainer Ron Jans en een trainer Rogier Meijer. Een trainer Ron Jans die gewoon in de rust 2 spelers wisselt, omdat hij het echt wil omzetten op het middenveld. Ja. En dan zie je ook inderdaad wat er in die tweede helft gebeurt. En dat doet Rogier Meijer niet. Die wacht tot een half uur en dan of tot een uur spelen en dan gaat hij alsnog wisselen. Dus dat is misschien wel een beetje het verschil. Ja. Niemand haalde echt het niveau. Nee, maar het is... Een Sandler niet, een Verdonk vond ik niet het niveau halen. Nee, ja, ik vind Sandler dan wel echt wel heel goed. Die overigens echt een enorme schop onder zijn ballen kreeg. Oh, ja, dat was heel vervelend. Heel naar, zag dat eruit, Ik schrok er dag eens dat het zijn lies was. Nee, nou, die zijn we kwijt voor de bekerfinale. Ja. En toen zag ik die herhaling. Hey. Nee. Het gebeurde redelijk waar wij zaten. En ik zag hem inderdaad al in zijn broekje graaien van, ja, zit het er allemaal nog wel? en ik voel die pijn dan ook gewoon. Ja. Maar ja. Gewoon weer door. Ja, het kan gebeuren. Ik zei ook wel van, ik zat ook al een paar weken, dat moet een keer gebeuren. Ja, als je wedstrijden wint, dan ga je er een keer heen verliezen. Dat is altijd, toch? Weet je, ik bedoel, dat is op zich niet raar. Nee. Het is een beetje zuur, omdat Ajax nu ook weer natuurlijk punten laat liggen. Ja, en Go Ahead dan heeft verloren. Je had er echt gewoon boven kunnen staan, weet je. En daar ben je dan wel een beetje ziek van. Tenminste, ik wel. Ja, ik ook. Dat is jammer, maar verder. Weet je, kom op jongens. Hey, kijk eens waar je staat. Doe eens even normaal. Ik zit hier aan de stand te kijken. Ik nou, doe even. Maar ja, jij zegt dat zo. Wie zijn wij dan? Kijk eens waar je staat. Ja. En iedereen heeft het een beetje van, oh, wat doen we het goed dit seizoen. Hè? En wat geweldig. Ik heb het ook een paar keer gezegd. Volgens mij beste NEC wat ik in de afgelopen 10 jaar heb gezien in de Goffert. Wat ik zie spelen. Ja. Maar ja, dan denk ik altijd van, dan moeten we eens even uitzoeken. Is dat ook zo? Nick, jij bent toch even ingedoken, hè? Niet alleen in de afgelopen 10 jaar. Ik heb ook het beste seizoen qua stand er even bij gehaald. Dat weet je natuurlijk, dan kan je zo oplepelen. Weet dan niet wat we 2 weken geleden gedaan hebben. Maar moet je even terug naar het seizoen 2002-2003. Toen werden we 5e onder Johan Neeskens. Oh ja, dat met die ene goal van... Ik weet ook het aantal punten. Let op. 55? Nee. Nee. 53? Nee. 51. 51. Maar wel in de 50. Ja. Maar ja, dan, 51 punten inderdaad. Ja, en met die goal, die ene goal van Jarda Simar, kennen we hem nog? Denk het wel, hè? Nou, ja, goed. Ik denk het wel. Maar goed, dat is dus het beste Eredivisie-seizoen van NEC, als je naar de stand kijkt. 41 doelpunten voor en 40 tegen. Je ging met 6-0 op de broek volgens mij nog bij Ajax dat seizoen. Ja, dan won je dan ook wel weer een paar keer ruim van wat laagvliegers. Ja. Maar het was allemaal heel spannend. Volgens mij konden er op die laatste dag 4 clubs 5e worden. Ja. Dus het lag heel dicht bij elkaar dat jaar. Wij zaten de Goffert te kijken, met z'n allen. We zaten met 7000 mensen. Zaten we in het Goffertstadion te kijken naar 1 scherm. Gewoon dat je denkt, oké, waarom? En ik weet nog, die laatste minuut, en zaten we, Theo van Bent en nog een paar man, zaten we in de dugout. Dan zaten we zo, en dan liep al het veld. We hebben gestoord, jongen, echt. Het was wel gaaf. Dat is wel mooi, ja. Oh, ja. Wat een dat feest. Ja, en dat kan dit jaar gewoon weer. Want het staat ook nog steeds dicht bij elkaar. Dus het kan ook alle kanten op. Maar hoeveel punten zou jij? Hoeveel doelpunten voor?
Het waren 51 punten en 41 doelpunten voor NEC. Ja. En 40 tegen. Doen ze nu beter? Ja, zeker. En ik heb daar nog wel wat leuke feitjes over. Laten we even snel doorgaan. Het seizoen onder been, dat magische jaar. Ja. Ja, dat was natuurlijk heel slecht in het begin. Dus NEC ook redelijk veel tegendoelpunten gekregen. 50 en 49 voor. Het aantal punten, 49. Ook ruim. Mm-hmm. Dan een uitschieter. Het seizoen 2010-2011. En voordat ik zeg hoeveel doelpunten NEC dat seizoen heeft, dat was het jaar met ons Belgische vriend, Björn Vlemings. Björn Vlemings, oh ja. Ja, die schoot er even 23 voor je in. Dan zeggen die dat zelf al 25 bijna. Ja, ja, en dat is dus het seizoen met de meeste Eredivisie doelpunten van NEC in een seizoen. Even kijken, 57 voor. In totaliteit. In totaal. En we hebben er nu 50. We hebben er nu 50. Dus dat record gaat gewoon sneuvelen dit jaar. Gaan we sneuvelen, ja. 56 tegen. We hebben alleen nog geen spits wie er 23 maakt. Nee, tot nu toe 10. Nee. Heeft hij er. Daar kunnen we zo nog even over komen. Hoeveel tegendoelpunten? 56 dat jaar. Okay, dus ja, aan de verdediging was het ook niet helemaal best. Maar goed, Bram Nuitink was er toen wel bij. Dus misschien... goed. 2011, 2012 haalden we de play-offs. Werden we achtste. Mm-hmm. 45 punten. Een beetje hetzelfde patroon. Veel tegen, maar ook veel zelf gescoord. Opvallend. Het eerste degradatiejaar, 13-14. Onder Pastoor in het begin. Daarna met Anton Jansen. 54 doelpunten voor. Oeh. Oké, okay, hadden we er heel veel tegen dan. 82. 82. Oh, maar, wow. Dat is een zwaar seizoen geweest voor mij. Maar volgens mij was NEC toen ook een van de beste degradanten ooit. Volgens, want die hadden Hickton die er gewoon 15 inschoot. Ja. We hadden een Jacob Jansen die de ene naar de andere assist gaf. Oh, ja. Nou ja, Riks, Koolwijk, dat zijn ook aardige spelers. Ja, 82 tegen, dat is Janscher kwam in de winterstop, toch? Nee, die kwam na 3 wedstrijden toen Boekhoorn even de portemonnee trok. Ja. Heb ik nog het leukste feitje met de minste doelpunten in een seizoen. Dus de minste doelpunten die NEC in een jaar heeft gemaakt. Het seizoen 1990-1991. 27 doelpunten voor. Oh. 27. En 62 tegen. NEC werd kansloos laatste, 18e. Ja. Topscorer dat seizoen. Hij is hier te gast geweest. Arne Arts. 7 doelpunten. Ja, dat zijn nog... Ja, daar moeten we denk de volgende keer niet aan helpen herinneren. Dat je dan kan zeggen dat je topscorer bent geweest. Met 7 doelpunten. Ja, dat je hele clubbers 27 heeft gemaakt. 27. Maar goed, ja, NEC is dus lekker op schot. Dit seizoen 50 doelpunten. Ja. En dat record, dat gaat gewoon sneuvelen. Ja, dat staat, denk ik, wel zo goed als zeker. Heb je ook toevallig gekeken naar het minste aantal tegendoelpunten? Heb je dat niet opgezocht? Nee, die heb ik niet opgezocht. Dan heb ik werk voor je. Ja, dan zal ik zo even voor je doen. Zal ik zo even terugkomen. Kun je zo even, dan ga ik even naar de vraag naar Gerry. Als je naar dit seizoen kijkt, wat is voor jou nou de meest opvallende speler? De meest opvallende speler. Ja, wie is er nou? Jij zegt van, nou, die valt me nou echt zo op, positieve zin. Nou ja, Magnus natuurlijk, voor die wegging. Dat was een verademing om naar te kijken. Dat was het vorig jaar ook al, alleen toen lukte het niet. En dit jaar lukte het wel en dat was echt geweldig. En ik vind Kodai Sano vind ik echt fantastisch. Ja. Vind ik echt zo'n geweldige speler. Dat wordt echt met open mond zit ik naar die jongen te kijken. Hij ziet het dan ook echt heel dichtbij. Ja. Dan is het dan vaak nog mooier. Ja, en hij begon natuurlijk aan de linkerkant. Dus dan heb ik hem de hele eerste helft of de hele tweede heb ik hem voor mijn neus. Ja. Ja, dat is echt goud. Die jongen is echt goud. Ja. En die loopt zich het snot voor de ogen. Dat doet Koki trouwens ook. En dan worden ze gewisseld aan de 80 minuten of zo is dergelijks. En dan buigt hij een keer naar het veld. Ja. En dan loopt hij lachend naar de dugout. En dan zou hij ook nog 10 push-ups kunnen doen. En weet ik wat van ellende allemaal. Die zijn gewoon niet moe. Ze zijn die altijd zijn blij. Te krijgen. Ja, ja. Nee, maar ongelooflijk. Ik weet niet wie het vorige week hier zijn, maar die zeiden, ze zijn altijd blij. Ja. Is altijd vrolijk. Ze hebben ook naar de zin. Dus je kunt daar ook niks over, over zeggen. En inderdaad, ze werken keihard. Ja. Nou, dat was Remco natuurlijk wie dat zei. Wie ze ook wel eens vaak op training ziet. Ik zeg dat Carlos er gewoon nog 2 moet halen. Ja. De zomer. Moet hij gewoon doen. Ja, ik heb het gevonden. Nou. Minste tegendoelpunten. Moeten we wel heel ver terug, hè? 1970, 1971. 36 tegendoelpunten. Oké. Okay. Dat is aardig. Nou.
Dus, maar goed. Hoeveel clubs deden er toen mee in de Eredivisie? De helft, denk ik. Of elf. Elf, ja, ik heb geen idee. Ik heb geen idee. NEC heeft dat seizoen achter geworden, dus prima. Nee, oké. Okay. Nou ja, goed. Maar goed, terug naar inderdaad de spelers van dit jaar. Ik vind als je zo kijkt, ja, de Japanners helemaal. En ja. Magnus natuurlijk ook. Ik vind het dit jaar ook wel het jaar van Kelvin Verdonk. Ja, maar ja, oké. Okay. Even zijn gang, weet je. Vorig jaar stond natuurlijk Soef op die plek en kon die bijna speelminuten maken. Ja, dat is een van die spelers waarvan ik hoop dat hij geen club in het buitenland krijgt. Ja, nou dat heb ik. Ja, ik gun het hem wel. Maar, ja, zeker. Ja, maar, nee, maar, natuurlijk, maar ja. Ja, het zou toch heerlijk zijn als hij nog blijft. Ja. Maar dat wilde hij misschien, denk ik, stiekem ergens toch ook. Hij vindt toch wel prima om gewoon te blijven. Nou ja, wat hij... Even naar zijn zin. Wat hij afgelopen week ook zei in de update. Van, hij stelt het nou, hij zegt, we hebben geen haast. Hij kijkt gewoon hoe dit seizoen loopt. Kijk, als je Europees voetbal haalt, dan denkt hij van ja, waarom zou ik dan weggaan? Ja, maar dan hoeft er geen enkele speler weg, toch? Als je Europees voetbal gaat halen. Nee, alleen denk ik wel dat een Dirk en een Philip Sandler wel die stap dan wel nog steeds maken. Ja, nou Sandler weet ik dan niet. Dirk waarschijnlijk wel. Die wil natuurlijk wel gewoon nog een keer naar een topclub, omdat hij daar op het middenveld wil floreren. Ja. Ik denk dat Philip dat misschien wat minder heeft. Ja? Maar dat is mijn gevoel. Denk, nee, dat denk ik ook. Want ik heb Philip ook nog hierover gesproken. En die zei toen ook wel van, ja, ik vind het eerst belangrijk inderdaad, het verhaal van ik wil fit blijven. Ja. En toen zei hij, ja, daarna zie ik het wel. Weet je, ik nee, maar bij Sandler is het toch ook, hij weet dat hij bij NEC sowieso speelt als hij fit is. Als je bij Ajax een keer wegvalt, voor wat dan ook. Ja, dan kan je zeggen over Soetalo of weet ik veel wie er wat dan gaat staan. Maar je bent hem dan wel kwijt. Ja dat klopt. Ik denk dat hij dat niet meer wil. Deze jongen moet gewoon lekker fit blijven. En tot aan het einde van het seizoen. En gewoon zelfvertrouwen houden wat hij nu heeft. En als Ronald Koeman dan niet belt, dan vind ik Ronald Koeman stom. Ja. Dat vind ik. Ja. Kan wel, als je nu kijkt wat dat is. Ja, want naast Virgil van Dijk kan hij prima mee, kan ik je melden. Ja, dat denk ik ook wel, Nou en of. En dan heb je het beste verdedigingsduo van Europa. Ja, jij gaat wel echt heel hard. Ja, ik ga heel hard. We hebben ook wel Matthijs de Ligt en zo rondlopen. Matthijs de Ligt. Ik noem even iemand. Ja. Ja. Nou, oké. Voetbalt hij nog? Nee, hè? Zit op de bank toch? Of? Nee, ja. Maar goed, nou ja. De Sender is heel goed. Maar ik vind het misschien wel overdreven. Ja, dat kan. Het is niet de eerste wie dat tegen mij hier zegt. Ja? Ja, ik heb wel meer mensen die zeggen van eigenlijk moet Ronald Koeman hem gewoon ophalen. Want, nou, dan... op een gegeven moment waren Bram Nuiting en Philip Sandler waren het beste verdedigingsduo uit de Eredivisie. Ja. Dus waarom zou je dat dan niet vinden? Ik zeg, hij hoeft niet gelijk in de basis te staan en hem mee te nemen. Ja. Als je dat kan inbrengen. Ja, maar ja, weet je, ik denk dat je als je bij NEC speelt, dan ga ik er even mee. Maar we hebben het bij Cillessen gezien. Dat gaat echt wel meespelen als je bij NEC speelt. Want Cillessen die hield in die fase van de competitie vorig jaar rond dat WK ook alles eruit, wat eruit te houden viel. Ja. Of viel. En werd hij ook niet opgeroepen. Nee. En daar werden we in Nijmegen ook heel boos over. Ja. Toen vonden we Louis van Gaal allemaal heel stom. Ja, en terecht. En terecht. En ja, ik zie Koeman niet in één keer Sender oproepen of zo. Maar ja, we gaan het afwachten. Welke speler was het? Die heb jij nog niet genoemd. Wat voor jou positief zijn op? Goeie vraag. Verdonk sowieso. Nou, ik vind Nuitink. En dat is misschien een beetje gek, want je moet het wel van hem verwachten. Misschien dat hij de staat en de ploeg meeneemt. Maar ik vind het totaalplaatje bij hem, dat kan mij wel bekoren. Ik vond hem in het begin van het seizoen... Bram had het heel zwaar. Ja, heel zwaar. Ja, had hij het heel zwaar. En dat had ook wel weer zijn verklaring. Dat heeft hij dan ook uitgelegd. Italië heb ik 10 jaar gevoetbald. Daar spelen ze heel anders. Even wennen. Oké. Okay. Nou, dat had wat meer. Had wel wat sneller gemogen van mij. Maar goed, dat nemen we dan maar even in acht. En ik vind hoe die de laatste maanden eigenlijk een beetje sinds dat NEC ook begint te draaien. Ja, vind ik hem zo soeverein achterin gewoon. En ook, zelfverzekerd ook. Ja, zelfverzekerd. Ja. En ook hoe maar die heeft dat niet te maken dat ook Sandler naast hem staat? Ja, ik vind dat echt wel een verschil. 100%. Maar dan zie je maar ook wat voor niveau hij kan halen. En ook hoe hij die jongens meeneemt. Ja, kijk, dit is dat Schöne dan nu de aanvoerder weer was tegen Utrecht. Maar hoe hij ook... bij de pers alles, komt. En met alles. Altijd met een goed verhaal en een goede uitstraling. Hey, zo'n prof. Het is gewoon een echte prof en ook een echte NEC'er. En dat maakt het allemaal nog wel wat mooier. Ja, precies. Als Jasper een redding gedaan heeft, dan is de eerste die bij Jasper staat, is altijd Bram Nuitink. Ja. Altijd. Ja, maar kijken we dan niet een beetje door een gekleurde bril heen? Nee.
Ja, als we, natuurlijk kijken we nog gekleurde want, bril. Want in het begin, laten we even heel eerlijk zijn, het viel mij echt tegen. Ik wil ook even zeggen, van, wat zijn de tegenvallers? Nou ja, ik zat echt te twijfelen tussen Bram Nuiting en degene wie ik straks ga aanstippen. Nou, wij hadden een supportersavond ergens aan het begin van het seizoen. Klopt. En toen zaten de spelers bij mij aan tafel voor wat interviews. En toen was het echt niet allemaal Hosanna. En toen zei ik tegen Bram, gaan de supporters toch een beter NEC zien? En toen zei Bram, 100%. En dan heeft hij wel gelijk in gekregen ook gewoon. Weet je, hij was echt zelfverzekerd. Ja. En hij heeft ook gewoon gezegd van, ik heb gewoon tijd nodig gehad. Dus misschien vergissen wij ons daar wel gewoon in hoe moeilijk het is om je aan te passen in een ander elftal, met andere speelwijze en weet ik het allemaal. Wij doen er allemaal heel makkelijk over. En die twee op anders ook, weet je. Ik bedoel, volkomen andere cultuur. Moet je voorstellen dat jij morgen naar Japan vertrekt. En dat je daar een radioprogramma moet gaan maken. Ik zeg maar wat. Ja, FC Tokyo Update. Dat is echt lastig, weet je. Met allemaal Japanse cijfers. Dat je niet weet hoe de automatisering werkt en weet ik het allemaal. Nee, maar die moet wel inderdaad winnen. En dat hebben ze wel goed gedaan. Maar het zijn wel jongens die daar wel vol in gaan om dat te kunnen doen. Ja, een Kokje brengt zijn meisje mee en zijn kindje mee. Ja. En het echt maar geweldig. Heel NEC had dat. Bij heel NEC, en Bram heeft het ook graag vaak gezegd, wij hebben even die tijd nodig. En dat was moeilijk te slikken. Dat had ik zelf ook. Dat ik denk, kom op, weet je. En Wilco zei toen ook, de eerste zoveel wedstrijden hebben we even nodig. Maar iedere speler zei, we kunnen beter en we gaan ook beter. Ja. Maar we moeten even aanpassen. Ja. En op een gegeven moment begon die motor te draaien. Ja. En zie hier. Ja, het kan. Ja. Ja. Wel mooi hoor. Helemaal is het 9:30, dan gaan we altijd even bellen naar de clubwatcher van de club waar we tegen spelen. Dat doen we even niet, want we spelen dit weekend niet. De week erop pas. Dus we gaan volgende week even bellen naar de clubwatcher van PSV. Maar het Nederlandse elftal speelt ook. Jong Oranje met drie spelers natuurlijk. Ja, nou. Toch, ik vind het wel mooi, want er zitten altijd toch wel een aantal spelers van NEC bij. Dat moet ook goed voor de club zijn. Ik vind dat denk ik wel. Ik denk dat dat goed is voor het zelfvertrouwen en goed is voor alles. En je moet stel dat Dirk ook nog gewoon niet geblesseerd was geweest. Dan hadden we er gewoon vier bij gehad. Ja. Dat is even normaal. Ja, hoe lang is dat geleden? Hetzelfde aantal volgens mij is AZ nu. Ja. Dat is toch? Dat is wel, dat doet het ook goed. En ze doen het ook niet verkeerd. Want Dirk is aanvoerder ook geweest. Ja. Dus het is een mooie opstap. Speel je ook lekker in de kijker. Ja. Nou, zoontje mag daar nu even gaan ruiken. Tassan is er dan niet bij meer. Volgens mij, ik weet niet of hij nog de leeftijd heeft daarvoor. Maar geen idee. Die zit er in ieder geval niet bij. Maar doet hij eigenlijk in het buitenland? Ik heb echt geen idee. Nog niet gespeeld? Nee. Nog niet gespeeld? Nee. Top. Goeie transfer geweest. Goeie transfer, goed gedaan. Maar wat ik wel verbaasd was, Sissoko wie erbij zit. Ja. Terugkeer in Nijmegen voor Sissoko, want jongen, je speelt donderdag in de Goffert. Ja, vertel mij wat. Ja, je bent er toch bij natuurlijk. Ja, wedstrijd begint om 8:00 geloof ik, hè? 8:00. Of ik er om 2:30 wil zijn. Ja, dan kunnen we de boel een beetje voorbereiden en dan kunnen we, kunnen we oefenen. Ja. Ik zei, jongens, ik zeg, ik doe dit al een paar weken, hè? Ja. Maar het is KNVB, hè? Dat we weten hoe de volk nu erop klinkt. Man, man. Maar heb je al die Noorse namen al helemaal in je hoofd zitten? Nee, moet je tegen Noorwegen? Ja, jongen, Noorwegen. Gekke breut of zo, dat maakt niet uit. Dat is Zweeds. Nee. Dat is Zweeds. Maar Sissoko, maar waarom was ik er verbaasd over? Want zo goed doet hij het in Frankrijk volgens mij niet. Hij is ook al een keer uit de selectie gezet. Hè, twee keer al gedrag. En dan denkt de Nederlands elftal, nou, laat me er maar eens bij nemen. Ja, ik weet niet hoe dat zit. Wie is er eigenlijk de trainer van het Nederlands elftal? Nou, dan gaan we al. Reiziger, toch? Reiziger. Ja. Oh, Michael. Michael Reiziger. Oké, okay. Ja, als Michael ermee kan werken, is het goed? Ja, dat zal. Ik weet het niet. Ja. Maar goed, ja, ik weet het niet. Hij is naar Frankrijk gegaan, toch? Ja, Toulouse. Nou, Toulouse, ja. Hoe is het Frans? Nee, maar snap je dus een beetje wat ik straks zei over de Japanners natuurlijk, hè? Ja. Ibrahim, die komt uit de Wolfskuil. Of uit Hees, geloof ik. Ja. En die moet naar Frankrijk, weet je? En à droite. À gauche. Maar de hele sportcultuur is ook anders. Want het is geen geheim dat Ibrahim Sissoko er nog wel eens van nam in de stad. En daar is ook niks mis mee. Maar die stond dan wel eens tot 4-5 uur op een vrijdag, terwijl ze zondag speelde, nog in de fuik. Dat heb ik trouwens van horen zeggen. ik roep dan altijd, hoe weet je dat? Daar is niks mis mee. Maar dan denk als je dan in Frankrijk gaat en dan ga je naar Le Fuc of zo, weet je wel. Le Fuc. Nee, maar zo gaat dat Le niet. Fuc. Zo kan dat niet. Ja, dit bedenk ik even. Daar is gewoon Le Fuc. Ja, ik ga er een keer vragen. Ja, in Europa moeten we er heen. Dus, maar goed, die zitten bij. Jurie Baas zit erbij. Zoontje Hansen, Robin Roefs. Dat vind ik heel fijn voor die jongen. Dat hij wel een beloning natuurlijk. Ja, een mooie beloning voor hem. En dan Sissoko. Dus we gaan het zien. Je kunt het zien in de Goffert.
Is plek 5? Ja. Vinden we dat reëel als je nu gaat kijken? Het zou bijna moeten. Als je die bekers niet zou winnen. Luister, er staat één ploeg boven je. En die kan niet meer voetballen. Want die doelpuntenmaker is weggevallen. Met een hamstring, dus is een week of 3-4 uit. Die is wel, Dus sowieso klaar. Dus dan, dan moet je nou niet schamen. Maar dan moet je vol voor plek 5 gaan. Ja, vind ik wel. 3 mogelijkheden om Europa heen te gaan. Dat is om de beker te winnen. 5e te worden en dan de finale te verliezen. Of de play-offs te winnen. Maar ik vind de voorronde Conference League... Ja, dan mag je naar Luxemburg of zo. Ja. Zoiets. Maar vorig jaar Twente toch altijd komen in de basje. Daar ben je al klaar. Weet je? Ja. Dan denk ik, je begint al eerder dan wat jij zegt. Begin juli. Begin je echt in... wat is het? Juli... Dan ben ik er op vakantie, hoor. Ja, dan mag je. Dan had ik mijn rekening mee vast. Ik schrijf hem al vast op. Ja. Maar we moeten... Ja, je moet gewoon voor die beker gaan. Ja, tuurlijk. Ik heb iemand vorige week horen zeggen van we komen voor de beker. Dus daar moeten we ook gewoon vol voor inzetten, toch? Ja. Ja. Hey jongens, we komen voor de beker. Maar je zei 24 jaar geleden. Hoe ging dat toen? Ja. Dat ze alle met de trein, toch? Er waren toen ook heel veel treinen. Maar ook heel veel bussen. Ik moet je eerlijk zeggen dat ik niet meer weet hoe die verkopen. Ik weet dat er heel veel bussen waren. Want ik heb toen, let op, in het jaar 2000... 120 cassettebandjes gemaakt. Ja. Met NEC-muziek. En daartussendoor teksten van... Hey supporters, en veel plezier en geniet ervan. En, dus al die bussen hadden allemaal een cassettebandje. 45 minuten heen, 45 minuten terug. Dat was precies genoeg voor de heenreis. Met daarop allemaal informatie en waar ze naartoe konden. En dat soort dingen allemaal. Dus ik weet dat ik al als een gek zeg maar, al die cassettebandjes aan het kopiëren was. Ja. Dat was toen. Ja. En die bus, er waren wel cd's natuurlijk. Alleen die bussen hadden allemaal nog zo'n ouderwetse erin. Ja. Top. Dat is mooi, man. Ja. Dus dat was, dat was zo. En leuk. In het stadion, dat moet ook geweldig zijn. Ja, joh, weet je. Ik weet nog dat ik samen met die speaker van Rode EC... die middenstep opliep. En dan kijk je tegen die muur van mensen aan. En hij aan de andere kant... En hij was toen al, ik denk 70 of zo is dergelijks. Die zei, hallo Lemberg. Dat deed ik toen iets anders. Dat is echt kippenvel. Had je dan nu wel, want voor jou geldt het ook hetzelfde. Jij mag ook weer een keer naar de Kuip. Dat is voor jou ook even geleden. Dus als stadionspeaker sta je daar ook weer. Ja, heb je dan nu al dat je denkt, zo ga ik hem... Nee. Laat je het gewoon op nee, je... Nee, ik doe gewoon wat ik thuis ook doe. En dan aan het eind zien we het wel. Ja, maar is het. Hey, we hebben één ding nog niet behandeld. Dat is? Rogier Meijer. Ja, ik had... Nou, het was het laatste. Nou, blijf Meijer, deze week zou er duidelijkheid komen. Heeft Rogier eigenlijk gezegd. Ik verwacht dat donderdag of vrijdag is. Want ze spelen woensdag nog een oefenduel. Dus ik kan me voorstellen dat eerst de focus daarmee ligt. En daarna gaan ze even met vakantie. Uitstekend moment om te zeggen van... Nou, dit is het. En je kunt niemand spreken. Zo lijkt het vaak. Ja. Dat kunnen ze wel bij NEC. Nou, dus niet alleen bij NEC. Ik denk dat wel zo meevallen, denk ik. Maar blijf mij ja of nee. Ja, ik roep het altijd. Ik denk van niet. Zeker omdat hij zelf heeft aangegeven. Ik kom met duidelijkheid. En ik denk, als je blijft, hoef je geen duidelijkheid te geven. Want het is niet aan jou. Dat is aan de club. Of je nog een contract krijgt. Nou ja, ik denk dat de club er ook hier naar buiten laat brengen. Of die wel of niet blijft. Dat zou ook nog kunnen. Ja. Ik denk niet dat NEC zegt, we nemen afscheid van Rogier Meijer. Ik denk dat Rogier mij dat zelf doet. Ja. Als dat zo is. Ja. En als ik Rogier was, dan ging ik pas weg. Als er een andere club zou zijn. Ja. Dan moet er dus een andere club zijn. Ja. Ja, die zullen er zijn. Ja. Ongetwijfeld. Ik weet het niet. Ik heb geen idee. Maar ja, Heerenveen is wel, als je het een beetje kijkt... ook een club van een beetje dezelfde omvang. Heeft hij ook eens een keer een andere weg wie die rijdt. Ze praten er anders. Dat weet ik niet. Dat zou in mijn ogen zou ik er niet verbaasd om zijn. Ik zou verbaasd zijn als hij zou zeggen... ik ga naar Willem II of naar Groningen. De Graafschap ook niet. Nee, het moet een stap vooruit zijn voor hem. Nou ja, als hij dat wil. Ik heb geen idee. Maar weet je, hij is nu ook al 4 jaar zelftrainer. 5 jaar trainer met dat driemanschap. Ja. Het is misschien voor hem dat hij... Ik snap eigenlijk als hij bij zichzelf denkt... het is wel mooi. Ik ga ze anders doen. Ja, dat begrijp ik ook. Nou ja, en nu valt het toch ook wat te halen. Daar geloof ik helemaal niks van.
Weet je, die willen gewoon, ja, oké, wat heb ik voor spelers? Wat heb ik voor technisch directeur? Kan ik er lekker mee werken? Wat wordt de selectie? En nou ja, dat. Ja, en daarom dacht ik, hoop ik, en dat heb ik ook al een paar keer gezegd, dat hij wel blijft. Want je krijgt volgend jaar een compleet nieuwe selectie. Hè? Er komen 10 tot 11 mutaties, dus je hebt weer een nieuw team. Ja. Dan moet allemaal weer wennen. Als iemand het DNA van NEC en het plan, de cultuurbewaker noem ik het eigenlijk, is Rogier Meijer. Dan moet je hem daar niet, die moet eigenlijk blijven. En ik ga goed met Carlos, dus ik zou het gewoon niet zo. Ik ben heel benieuwd. Heel erg benieuwd wat het allemaal gaat worden. Ik ook. Goed, ja, het is bijna 10 uur. We hebben alweer een uur over NEC gehad. Ja, dan zit het er alweer op. Goed, hè? De catering hier is echt heel slecht. Ja, ik heb echt 1 kopje koffie het hele uur gehad. Alles hebben ze hier bezuinigd. Jongen. Goed. We zetten er zo nog maar even voor je. Wij starten ook geen platen tussendoor dat we even naar de koffiezetapparaat gaan. Ik zit nog steeds te kijken van, gooi dat Kronenburg Park er eens in, maar dat kijk ik ook maar niet. Nee, jij deed meestal zetten meatloaf of zo van 7,5 minuten aan, weet je. Maar, dat doen we ook niet meer. Nee. Gerry, dankjewel voor jouw komst. Heel veel plezier in ieder geval ook alvast in de Kuip, maar we gaan elkaar nog wel daarvoor nog wel eventjes spreken om een beetje voor te beschouwen. En PSV komt. Ja, leuk man. Ja, heb je daar zin in? Ja, altijd. Ja. Ja. Ik ben benieuwd hoe die jongens klein er een klein schot voor de boeg, want ik roep al de hele tijd, PSV verliest nog 1 keer dit seizoen en dat is bij NEC. Ja, nou dat zou ik heel fijn vinden. Maar ik ben ook tevreden met een 1-1 of met een 2-2. Ik ben wel blij dat ze bij ons geen kampioen kunnen worden. Dat is een hele vervelende wedstrijd. Dat vind ik heel vervelend altijd. Dan zit je daar te kijken en dan... Aan de andere kant kan ik me ook een wedstrijd tegen Ajax herinneren, waarin Ajax kampioen zou kunnen worden. Er waren 50 bossen rood-witte rozen besteld werden. En die stonden... Daar heb ik ooit nog een foto van gemaakt. Ja. En die stonden er voor niks. Dat ging niet lukken. Nee, die kreeg jij toen mee naar huis. Dus jij kon goed thuis. Ik heb inderdaad 2 bossen toen meegenomen. Ja. Ik denk, hier heb ik ze dan. Ajax wilde ze niet meer terugnemen. Oh, man. Wij doen het volgende keer. Schot voor de boeg. Dus dat gaan we nou niet doen. Dankjewel voor je komst. En Nick, jij ook. Dankjewel voor je komst. En wij zijn er natuurlijk volgende week weer. Wil je deze uitzending nog een keer naluisteren? Dat kan. Als je nu zit te luisteren, dan komt ook een podcast van. En die staat vanaf morgen weer online. Oh, graag tot de volgende. RN7.